Moet je vertrekken? Ja, dat moet je tegen hun zeggen. Kijk. Kijk. Dus. 272 euro. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. En wij zijn al een aantal keer ouders geweest voor één dag. Maar ja, vandaag gaan we next level, want wij worden ouders voor een dag van twee tieners. Ja. Ze zijn allebei 14 jaar. 14 en 15. We kunnen het misschien straks zelf vragen. Het zijn twee meisjes. Ja. Maar normaal gezien zijn ze wel braaf. En vandaag wordt echt wel een leuke dag, denk ik. Ja, heel leuk. Ik heb er zin in. Ja, ze zeiden ook tegen mij dat ze vooral mama's kindjes waren. Dus het wordt vooral voor jou. Eigenlijk hebben we al een dochter in huis, hè? Maar nog geen tiener. Nee. Oh, zouden ze ook een blauwe tong hebben, onze dochters? Wat denk je? Stel u voor. Zijn ze nu echt al TikToks aan het maken? Ja, ze zijn al TikToks aan het maken. Oké, maar we gaan ze voorstellen. Ja. Daar zitten ze dus. Hey, stoppen met TikToks maken. Even jullie zelf voorstellen. We zijn live in de video. Wat is jouw naam? Ik ben Luna. Jij bent? Brit. Luna en Brit. Maar jullie zijn geen zussen. Nee. Jullie lijken wel op elkaar. Een beetje, ja. Ja, dat is waar. En we vroegen ons af, hoe oud zijn jullie? Ik ben 14 en ik 15. Oké, toch, 14 en 15. Celine is op de hoogte. Vandaag worden Celine en ik jullie ouders. Maar voor we beginnen aan onze dag, vraag ik me wel af, tieners, wat doen die op een vrije dag? Chillen, gewoon heel snel chillen. Echt chillen, dat is in mijn kamertje. Chillen, maar dat hoor ik altijd. Maar wat is chillen? Wat doe je als je aan het chillen bent? Je komt gewoon zo chill days en dan ga je door je bedje halen op je gsm, TikTok scrollen, YouTube, echt wel alles, Netflix en dan lig je gewoon heel de tijd te liggen. Okay. En ja, dat is gewoon zo. Dus chillen en liggen. Ja, oké. Oké, Britt, wat doe jij? Ja, meestal afspreken met mijn vriendin. Ja. En dan ook een beetje chillen. Ja. En hebben jullie hobby's? Ik ga naar de gym. En ik dans. Oké. Okay. Sportief. Ja, ik doe turnen, krav maga en dansen. Ja, zij is echt sportief. Wauw. Dat is maar mooi. Je zegt krav maga. Zeg ik dat juist? Ja. En wat is dat precies? Dat is een gevechtsport. Gevechtsport. Wow. Oké. Okay. Dus we mogen niet te streng zijn voor Brits, want anders... Maar we gaan de dag beginnen met een ontbijt. Ja, eten jullie iets speciaals in de ochtend? Boterham, cornflakes. Ja, een beetje basic. Ja. En dan chillen jullie aan tafel. Ja. Ja, dat gaat goed. Maar voor we gaan eten, de vraag van vandaag. Voor hoeveel likes gaan we op deze video? 15.000. 15.000 likes. Oké, okay, was dat afgesproken? Beetje. De ontbijttafel die staat helemaal klaar. Jullie mogen gaan zitten hoor. Jullie zijn thuis. Ja. Jullie wonen hier al heel jullie leven. Ja, tuurlijk. Jullie zijn onze dochters. Ja, inderdaad. En jullie hebben er ook een nieuwe zus bij. Ja. Weten jullie wie? Nee. Trixie! Yeah! Trixie. Maar nu gaan we dus eerst iets eten. Ja. En straks gaan we de planning maken voor vandaag. Want we gaan een aantal leuke dingen doen. Als tiener zijnde, 14, 15 jaar, hoe laat staan jullie op in het weekend? Tommy! Ze zijn wel eerlijk. Het is wel te zien of we veel schoolwerk hebben, want dan verlies je wel veel tijd. Ja, dat is waar. Ja. Okay. Rond 10 uur of zo. Ja, want toen ik jullie leeftijd was, was het ook 10, 12 uur hoor. Ja. Ja, daar ben ik ook wel eerlijk in. Ja. Hoe laat worden jullie wakker in het weekend? Laat het weten in de reacties. Wacht. Hoe laat staan jullie op? Er is nog een verschil tussen wakker worden en opstaan, hè? Mama Celine heeft de tafel helemaal afgeruimd. Maar als jullie thuis ontbijten, zien jullie er ook zo uit? Nee. Nee? Nee? Normaal gezien in pyjama, helemaal in pyjama. Dus ja. Dan maak ik helemaal... Maar nu ga ik een beetje deo gaan zo aan doen. Een beetje mijn haar kan net zo. Oké, dus nu gaan jullie zich nog meer opmaken. Ja. Dan dit. Voor jullie naar boven gaan, wil ik juist één ding weten. Als er één ding is wat jullie echt willen doen vandaag, wat zou het zijn? Jullie mogen daar even over denken. McFlurry. Wow. Ja. Dan moet wat zeg je? McFlurry? McFlurry Oreo, maar extra Oreo, hè? Anders... Dus naar de McDonald's? Ja. Oké. Okay. En Britt, heb je al iets? Goh, misschien naar de cinema gaan. Naar de cinema? Ja. Met mama Celine dan? Ja. Want er is heel veel... Ja, jullie mogen kiezen, hè? Maar dat gaan we misschien straks kiezen, want eerst opmaken, want de eerste activiteit die heeft niets te maken met wat jullie nu gezegd hebben. En dat gaan we nu doen. En straks kunnen we dan kijken welke film we gaan kijken. Ja. Oké? Okay? Kijken welke film we kijken. Ja, veel kijken. We staan in
de badkamer. Ja. En vertel eens, wat doen jullie allemaal? Oké, meestal zo, als ik me klaarmaak, doe ik zo een beetje make-up op. Ja? Zo, een beetje mascara, concealer. Ja, oké. En mijn haar gewoon natuurlijk, want dat is ook belangrijk dat dat niet in de knoop ja, is. Ja, dat er een beetje deftig uitziet. Want okay. Ik heb echt lang haar. Dus ja, ja, het is ja, maar het is lang, hè, maar ik moet knippen. Ga je het knippen? Ja, ja. Echt? Korte knippen. Een beetje korter, maar iedereen zegt ja, nee, laat het langer, maar... Ja, ik zou het niet zeggen, niet knippen. Ik weet het, maar kijk hoe lang dat is. Dat is veel te maar dat, lang. Dat is echt mooi. Dank je wel. Maar jij hebt ook mooi haar en ook lang. Zoveel, hè? Ja, echt zo dik haar. Ja, maar het is niet dik, hè? Het is gewoon zoveel. Het is veel haar. Oh, echt? Ja. Oh, maar het is wel echt mooi. Ik vind het super mooi. Ja, ik was mijn eerste. Maar ik doe eigenlijk niet veel make-up aan, hoor. Ik kan wel mijn haar en zo. Oké, ja. En helpt jullie mama nog of zo? Of doe je alles zelf? Ik doe alles zelf. Ik doe ook alles ja. zelf. Oké. Okay. Wauw, als een echte professional. Ik ken daar dus echt niks van. Ik ook niet zoveel. Ik doe gewoon mama. Gewoon overal een beetje purple. Oké, maar je ziet er wel pro uit. Dus dank dat is al goed. Dank hè? En wat is dat precies? Zo, je wenkbrauw een beetje mooi leggen, hè? Dat dat niet zo in de war ligt. Ja, dat zo al je haartjes zo... zo in één mooie richting. Ja, oké. Voor we onze eerste activiteit voorstellen, hebben jullie huisdieren? Ja, ik heb een hond. Oh. Lubu. Lubu. Zo'n Pomeriaan. Kruisen ja? Maar een keeshond. Oké, okay, Luna en Lubu. Ja. En heb jij huisdieren, Britt? Ja, ik heb er eigenlijk een paar. Een paar? Oeh, nu ben ik wel benieuwd. Ja. Ik heb een hond, een konijn en een hamster. Oh, en wat zijn de namen? Frank, Zora en Rambo. Oh. Wacht. Frank is de hond? Nee, Frank is de hamster. Oh, oké. Okay. Hamster. Ja. Zora is de hond? Nee, Zora is het konijn. Wow. En wat was de derde naam, sorry? Rambo. En Rambo is de hond? Ja, Rambo is de hond. Oké. Okay. We zijn onderweg naar onze eerste activiteit en hebben jullie al enig idee? Nee, we gaan een outfit shoppen. Dat is wel nice. Ja, we dachten voor tieners, een outfit shoppen is wel passend, maar niet zomaar een outfit shoppen, want dat zou iets te saai zijn. Jullie gaan een outfit shoppen voor elkaar. Oh, dat is echt leuk. Dat is nice. Maar dan moet je wel beloven, Britt, dat je een mooie outfit hebt. Wacht. Luna en ik gaan naar een winkel. Britt en Celine gaan naar een andere winkel. Moeten jullie nu zo geen maten uitwisselen of zo? Of weten jullie de maten? Jij hebt toen maat 40, zeg. Ja, ik 38. Ja, ik denk dat hetzelfde gaat zijn. Ja, behalve bij de schoenen, ja. Anders zou het niet aan. Hè. We zijn bijna aangekomen aan de winkel en Luna en Britt zijn al de hele tijd tegen elkaar bezig op de achterbank. Ze zijn niet echt iets aan het afspreken, maar ik hoorde nu net het Luna zeggen: geen panter. Panter is niet mooi, dat is lelijk, maar. Je bedoelt dat geen panter look zo? Ja, zo echt de kledingstijl vol panter. Ja, snap ik. Echt gewoon geen skinny jeans. Oh, nee. Geen skinny jeans. Nee, geen skinny jeans. Voor mij ook niet. Maar Luna, nu moet je echt mee stoppen. Ja. En ook geen geel. Geel sta ik niet mee. Daar is de kledingwinkel, hier is de schoenenwinkel. Het half uur start in 3, oh, wow. 2, 1. Hey, we zijn begonnen aan de challenge. Jullie hebben een half uur vanaf nu om iets te vinden. Luna, wij gaan eerst naar de kledingwinkel. Jullie naar de schoenenwinkel. Oh, okay, veel succes. Jij krijgt de camera mee. Oh, dank je. Voilà, we zijn bij de schoenen. Dit is maat 38. En Britt, ik heb echt een goed idee. Wat denk je van dit voor Luna? Ja. Nee, dat gaan we niet doen, hè. Nee, dat gaat ze echt niet leuk vinden. Maar wat zou ze wel leuk vinden? Dat is echt een super veel keuze. Ik denk misschien Nikes. Nikes, ja, dat is al waar. Dat is zo typisch, Luna. Zo van die ja, dat zijn wel mooie schoenen. We zijn in de winkel en Luna heeft al van alles gezien. Maar ik wil die voor real voor mezelf, hè. Je wil die voor jezelf? Ja. Maar je moet voor Britt iets nemen. Maar misschien, kan je hier zo geen tip neerleggen? Zo, Britt neemt dit, straks komt zij naar hier, hè. Ja, hoe kan ik dat doen? Misschien een papiertje ondersteken. Ik zie je grijpen naar je achterzak. Je mag niet sturen naar haar. Ja, dat mag niet. Nee. Dus we gaan gewoon iets nemen. En daarnet zei Luna ook van, ik wil het echt wel goed doen. Dat is wel mooi. Ja, maar ik wil echt haar niet teleurstellen, want ik wil zo echt een mooie outfit voor haar. Dat is echt fit, Jackie. En er zijn ook solden. Kijk.
We hebben de ideale schoenen voor je. Ja, kijk eens aan. Dit is echt voor Luna. En het geel, haar lievelingskleur. Oh, not. Gewoon perfect. Nee, oké. Dat gaan we niet doen. Och, arme. Maar Britt heeft wel gezegd dat Luna zo witte Nikes wel mooi vindt, toch? Ja, ja, ja. Dus, en dat past ook met alles van kledij. Dus dat is ook wel handig. Ja, dat is gemakkelijk dan. Ja. Misschien moeten we eerst nog eens verder kijken. Ja, dat denk ik ook. Gaan winkelen met een tiener. Ik heb het al gevoeld. Alle geluk dat de challenge is binnen de 30 minuten. Anders stond ik hier volgende week nog, denk ik. Ja. Ga je sokken meenemen voor haar? Ja. Ja, het is natuurlijk volledige outfit. Ja, en er staat YOLO. Ik zou gewoon dit nemen, als volledige outfit. Kijk. Stel je voor? Die gaan we doen. We, jij moet kiezen, hè. Ah ja, dat is waar. Ik ben hier voor de sfeer. Maar je mag ook een beetje zeggen of ik mooi ben, hè? Ja, ik vind het wel mooi. Mooi, ja, ik vind het mooi. Britt heeft een keuze gemaakt. Oh, ze krijgt de schoenen niet in. Ja, goed okay, zo. Ja, ik ga dat zo doen. Witte Nikes voor Luna. Ja. Gaat ze blij zijn? Ze gaat super content zijn. Oké, top. Wij zijn al klaar. We zijn echt 5 minuten bezig. Oh my god. Dit wordt dus de outfit. Ja. Kan je hem nog eens tonen? Ja, kijk, ik heb een rode trui mee. Het is eigenlijk allemaal in hetzelfde thema. Ik hoop dat ze die trui kiest maar voor mij. Je hebt er net in de auto gezegd, geen geel. Maar ik bedoelde zo fluogeel. Dat is zo van dat babygeel zo. Ah ja, dan moest je zeggen, ja, mooi. Wel babygeel, maar geen fluogeel. Ik wil zo graag dat ze die trui kiest voor mij. Wij zijn dus al klaar met de schoenen. We zijn echt, ja, we hebben 5 minuten werk gehad of zo. Maar nu staan we bij maat 40, jouw maat. En we hebben echt iets gek. We hebben gewoon dezelfde schoenen gevonden. Dezelfde schoen in maat 40. Ja. Wat is de kans dat Luna die ook zou nemen? Ik denk echt een 9 op 10. Ik denk ook dat die kans groot is. Het zou echt wel tof zijn dat jullie zo dezelfde schoenen hebben. Maar ik heb ook iets gezien wat je echt lelijk vindt. En dat zijn deze. Ja. Deze vindt Britt echt niet oké. Misschien moeten we die schoen zelf verstoppen. Ja. Gaan we die gewoon zo helemaal van achter steken dat Luna die niet ziet? Ja, want misschien wil ze je pranken en neemt ze die schoen mee. Zo, we geven haar geen kans. Oké, we zetten die doos. En die roze schoen, die gaat Luna niet zien. Voilà. Luna heeft een papiertje gevonden en ze schrijft, kies dit Brit. Ja, dat is wel duidelijk. Heb je één papiertje of twee? Twee. Je moet ze verstoppen. Maar die broek moest ik kiezen, hoor. Ja, zo is goed, zo is goed. Hier zo. Ja, maar dit is wel al redelijk opvallend, vind ik, dit hier. Dus dat mag minder opvallend. Voilà. Ja, als je zo er naar kijkt, valt het niet echt op, eigenlijk. €272,66. Wat? Tieners in huis. Echt? Echt waar. Oh. Ja, onze schoenen waren ook al €80. Oh, we zitten al aan over de €350. Wow. En dit is nog maar de helft. Ik geloof het is echt niet. Waar. Wow. Het is echt. Maar nee, ja, maar je moet een outfit shoppen. Inderdaad, jullie moeten het leuk vinden. Dit is maar één keer dat je dit mag doen ook, hè. Ja. Oh, kijk, ze zijn wel al... Ja, ze zijn wel... Tevreden. Ja. Voilà, wij zijn nu in de kledingwinkel en er is echt heel veel keuze, ja, super. Wow. Het ziet er wel allemaal cool uit, veel kleur. Oh, geel. We moeten die jas pakken. Dat gaan we niet doen. Oké, okay, let's go. Dit zijn wel de mooiste schoenen. We zullen daar eens gaan kijken. Anders gaat iedereen denken dat ik jou push. Die broek is wel echt leuk. Ja, die broek is inderdaad super tof. Ja. Wie weet heeft Luna die voor jou mee. Ja, maar dat weten we niet, ja. Het zal wel gek zijn. Misschien deze hele trui voor Luna? Nee, dat nee. Ja, nee. Oh. Kies dit. Wat? Oh, jij zegt net, ik zou Luna die broek niet dragen. En ze wil die broek. Oh my god, kies dit. Ja, moeten we dan die broek kiezen? Ja, we hebben geen andere keus. Of gaan we haar verrassen met iets anders? Ik weet het niet. Maar dat is wel een broek dat ze dan echt gaat dragen, hè? Ja, weet je, we gaan die doen. Ja, oké. Alle schoenen die jullie hier zien, zijn maat 40. Luna, als je hier niets vindt, dan maar snap ik het ook niet. Heb je hebt al iets. Hoezo? Ja, sneakers. Daar kan je nooit iets mis mee doen. Dat is gewoon zo. Ah, maar wacht. Ik heb nu al niet gekeken welke schoenen ze nu aan heeft. Heeft ze die niet aan nu gewoon? Maar ze heeft dat in een kleur aan. Maar kijk, dit heeft details, hè. Dit heeft een dikke zool. Ja? Dikke zool. Gewoon basic. En dat past goed bij de outfit die ik al heb gekozen. Oké, okay, en dus... jij hebt ook gewoon sneakers aan. Ja. En ben je zeker dat je niet meer verder moet kijken? Jij komt gewoon in die gang. Kijk hoeveel schoenen hier staan. Ik kijk gewoon, ik schen een antwoord. Ja, deze. Dat is altijd zo. Ja, het is wel positief dat je snel kiest, maar te snel is ook niet goed, hè? Ja, maar ik ga nog een beetje rondkijken, maar ik ga deze al vast doen. Ja, oké. Okay. Nog even rondkijken. En leg je nog een briefje. Oh, wauw. Britt heeft nog een briefje gevonden. En wat staat erop? Kies dit, Britt. Kies dit. Maar dit is toch geel? Ja, ze haat het kleurgeel. Nu snap ik er echt niks meer van. Ik snap het ook niet meer, hoor.
Ik snap het echt niet. Huh? Ik weet niet of het sarcastisch is of niet, dat ik dat heel moet nemen. Ja, ik snap Britt. Nu denkt Britt van, ja. Luna is een grapje aan het maken, maar misschien vindt ze het echt mooi. Want eerst in de auto, ja, niet geel, niet geel. En nu zegt ze, neem dit. Dus ik weet echt niet wat ik moet doen. Je kan ook eens gek doen en voor deze gaan. Ja, maar dat is dan zo precies halt wegsmijten dat je doet, hè. Want dragen jullie nog geen hakken? Die gaat dat nooit dragen. Nee? Ja, zo een keer op een feestje, maar ja. Maar draag jij, je bent 14 jaar, draag je al hakken? Nee. Nooit? Want het doet zeer aan mijn voeten, hè. Maar zo op een feestje of zo? Ja, ik heb dat wel een keer gedaan, maar dat waren mega hoog op een première, dus... Ah, op een première, dus je hebt het toch al gedaan? Ja, ik heb dat wel al gedaan, maar je draagt dat niet dagelijks, hè. We zijn hier dus een outfit aan het shoppen voor Britt, maar ik heb hier net twee superleuke fans tegengekomen. En kijk eens, wat een mooie trui. Echt, zit die goed? Ja. Ja, oké. Okay. En ik heb nog iets gezien, want je hebt semi-schoenen aan. Super tof. En jij hebt semi-kousen aan. Wauw. Dat is wel echt super lief van jullie. En nu gaan we terug verder shoppen. Ja. Want jij vindt deze shirt ja, wel leuk. Ja, deze is echt leuk van kleur. Ja, het is wel een mooie kleur. Het is zo'n beetje appelblauw zeegroen. Ja, ja. Ik denk dat ik deze accessoires ga nemen voor Luna. Oh ja, accessoires kunnen niet ontbreken. En Luna draagt graag ringen. Ja. Dus ja. Zeker in het hout. In het goud, ja. Britt is van keuze veranderd. Ze gaat het shirt terugleggen, want ze heeft de trui gevonden in dat kleur. En de trui vindt ze leuker. Ja. En als shirt ga je dit nemen? Ja, een wit shirt. Ja, tieners en merken, dat is wel iets, toch? Ja, dat is wel. Ja, oké, sabba. Dan hebben we onze outfit, toch? Ja. 5 minutes later. We zitten opnieuw in de auto. Ja. Jullie hebben beide outfits geshopt. Yo. Zijn jullie blij met jullie keuzes al? Oh. Ja. Ik vind het een mooie outfit. Ik vind het een mooie. Ja, het is echt... Ik denk echt dat je het mooi gaat vinden. Ik denk het. Maar jij ook, hoor. Okay. Ik vind het echt een mooie outfit. Luna, haar grootste wens van de dag was dus ook om naar de McDonald's te gaan. En dat gaan we nu doen, Luna. Luna en Britt wilden allebei eigenlijk gewoon een semi-outfit. Maar ja, wij hebben hem dan niet gegeven. Want we dachten van, jullie moeten echt een outfit shoppen voor elkaar. En anders pushen we hen om semi te kopen. En dat willen we niet. We staan aan het tankstation. Ja, als je McDonald's wil halen, moeten we er ook wel geraken natuurlijk. Hebben jullie ooit al getankt? Nee. Allebei niet? Nee. Oké, wie wil het doen? Ik. Ja? Ja. Oké, dan mag je eerst de juiste nemen. Daar staat dus diesel. Je had juist gehokt. Word je daar spontaan vrolijk van? Hier moet je ook eens tanken. Wat is dit? En ja, de prijs die kan wel hoog oplopen hier. Goed gedaan. En ja, dit moet ook wel nog dicht. Luna, je bent al weg, maar het is nog niet helemaal gedaan, hè? Ja, jullie mogen bestellen. Kijk, gaan jullie raam naar beneden doen. 3 Oreo McFlurries. Ja. Mama. Extra Oreo alsjeblieft. En dan nog 1 McFlurry M&M. We hebben onze McFlurries. En nu vraag ik mij af, zit er extra Oreo in, Luna? Oh wauw. Zitten er extra Oreo in? Ja. Ja, is het duidelijk? Ja, ja, ja. Oh wauw. Laat het smaken, hè. Dank u. We zijn thuis. Ons ijsje is op. We hebben net middagmaal gegeten. En nu is het tijd om naar de film te gaan. What? En kom eens in zicht. Ik heb 2 opties. 1. De nieuwe Spider-Man film. Ja, ja. Oei, nee. Ja. Optie 2, horror. Is dat al beter? Ja, dat is spannend. Dat is wel leuk. Ja? Dat is optie 2 is Scream. Oké, okay, ja, dat is die hang ik niet. Ja, zie jij dat zit in horror? Ja, ik doe het voor de kinderen. Oké. Okay. Ik heb wel nog heel wat werk hier thuis. Ja. Dus kunnen... Wat een uitdaging. Nee, nee. Had het Spider-Man geweest, kon ik mee gaan. Nee, is niet waar, niet waar. Ik heb echt nog werk. Veel plezier alvast. Thanks. En ja, tot straks. Ja, tot straks. Veel succes. Dank je, jullie ook. En niet te veel popcorn eten. Misschien. We willen vertrekken naar de bioscoop. Maar ja, we hebben vandaag 2 tieners in huis. Ja. Trixie gaat meedoen met de TikTok. Maar ja, zo kan je niet vertrekken. Kijk, ze dansen. En ze blijven gaan. Ja. Moet je niet meedoen. Jij bent toch ook TikTok? TikTok mom. Ja, TikTok. Celine is TikTok mom vandaag. Oh man, nee, check. Moet je vertrekken? Ja, dat moet je tegen hun zeggen. Te kijk. Meisjes, ga. Je moet vertrekken. Go. We moeten echt vertrekken. Nu staan ze hun haar te doen. Ja, jullie hebben geen jas mee vandaag? Nee. Kunnen jullie nu vertrekken? Jullie zien er goed uit. Jullie hebben een TikTok gemaakt. Jullie zijn al naar het toilet geweest. Luna toch? Oh. Oh. Heb je echt een gsm vergeten? Nee, ik wil echt niet meer. Die zit toch in de lader. Ja, heb je alles mee? Ja. We zijn onderweg naar de cinema.
En ik kon ervan net dat dat mega zwaar is, die camera. Echt een dikke shout-out naar Michiel, dat hij dat altijd doet. Maar ik heb mega veel stress omdat dat een horrorfilm is. En ik heb dat nog nooit echt Maar ik had dat nog nooit in een cinema. Ja, ja. En dat gaat mega leuk zijn, maar ik ga echt bang zijn. En dat geluid gaat zo bijna luid zijn. Ja, inderdaad. Oh my. Weet dat wel? Ja, moet ik je vast doen. Wow, ja, what the hell. Oké, nu mag je dat is echt zwaar. We zijn aangekomen in de cinema en eerst popcorn. Wauw, we hebben echt heel veel keuze. Okay. Oh, wauw, heb je dat gezien? Oké, neem maar. Deze? Ja, deze. Gaan jullie delen? Ja, we gaan delen. Oké. We gaan delen. Wauw, lekker. En willen jullie nog iets? Wat chips of zo? Nachos? Oh, lekker. En welke saus zit erbij? Kaassaus. Kaas. Lust jullie kaas? Ik lust geen kaas. Jij niet, maar je kan wel zonder saus. Ja, allemaal. Oké. Okay. Is het goed voor jou? Ja. Nu nog drinken? Ja. Oké. Okay. Oh, we zitten op onze plaats. En jullie gaan meteen een challenge doen, of wat? Ja. Oké, okay, doe maar. Oh, wow. Dit was echt gek beeld. Die mooie man hier tussen. Oh, die is weg hoor. Oh, heb je het... Wauw, ja. Mooi. Proficiat. Maar kijk, dit is dus de zaal. En daar komt straks een enge film. Horrorfilm. Oh no. Ja. Okay. Oh, wauw. Zo eng. Ja, het is wel echt lekker hè. Mm-hmm. Hebben jullie nog steeds zin in? Ja? Ben je nog niet bang? En jij, Britt? Nog niet? Oké. Okay. Oh, de film is begonnen. Oh, ik zie jullie niet. Zijn jullie bang? Ik ben een beetje bang. Oké. Het is net een angel number. Oh, wauw. Screen erbij. Geniet van de film. Oh my god. 2 hours later. De film is gedaan. Vertel, wat vonden jullie ervan? Het was echt wel een mooie film. Het was een mooie film. Mooi film? Ja. Het was veel actie zo, maar... Oh. Ja, het was echt veel bloed, hè? Ja. Waren jullie veel geschrokken? Ja. Het was op mijn kleinste ding. Ja, ik ook. Je lijkt echt op alles, hè? Bij je op de achtergrond. Op de achtergrond. Ja, inderdaad. Maar ja, dat geluid is ook zo luid. Iedereen zo... Boom, boom, boom. En dan gaat zo de deur op, staat hij daar plots zo achter zo. Ja, echt. Ja, die dingen zijn. Ja. Oké, maar vonden jullie het leuk? Ja, dat is echt leuk. Oké, dat is goed. Gaan we nu terug naar papa Michiel? Ja. Let's go. De meisjes zijn terug thuis. De rust is helemaal weg. Maar hoe was het op de film? Goed. Ja? Gaan jullie nog kunnen slapen deze nacht? Ja. Dit is dus de trust fall. En dat gaat er zo aan toe. Je moet dus zo doen en dan... Oei! Oh-oh. En nu, ik snap niet wat er gaat gebeuren. Oh, ja? Is dat de bedoeling al? Oh, no. Nee. Moeten jullie dezelfde lichaamsbouw hebben daarvoor? Oh. Hebben jullie dit ooit al gedaan? Nee. Poging 58. Oké. Okay. Kom. Ja, spieren hebben ze wel. Oh-oh. Oh-oh. Ah ja, zo, en nu hebben we achterover vallen. Oh. Oh-oh. Bijna. Daar is de mama. Er gebeurt hier helemaal niks speciaals. Er is nog niet echt iets ergs gebeurd, maar je bent al aan het bloeden. Ja, sneetje. Oei, en jouw witte broek heeft ook al bloedvlekken. Ondertussen in de keuken. Ja, ook. Kijk, dat gaat er nog iets in komen. Ah nee, ja, mok. Dit zal wel genoeg zijn, zeker? Ik denk het wel, hè. Hopelijk. Mama Celine heeft lekker gekookt. Mm-hmm. Lusten jullie mok? Hebben we eigenlijk niet gecheckt? Nee. Ja, ik lust. Zeker? Ja. Smakelijk, iedereen. Smakelijk. En wij hebben altijd een challenge aan tafel. Wie's bord het snelste op is, die wint. Nee. Dankjewel, mama, voor het superlekkere eten. Oh, waar ben je? Graag gedaan. Ik zit ook hier, mama. Oh, wauw. We hebben de slijmbal gevonden van onze dochters. Oh, en Trixie is hier ook. Maar voor we overgaan naar het moment van de video dat jullie elkaars outfit gaan zien, heb ik eerst nog een challenge, natuurlijk. Wie als eerste hier een voorwerp legt met de letter dat ik zeg, een voorwerp dat begint met de letter dat ik zeg, die mag kiezen wie als eerste haar outfit showt. Hier moet een voorwerp komen dat start met de letter F. F. De F. Veel succes met de F. Een flesje. Oh. Wauw. Dit duurde echt... Mooi!
En ik er nog één keer. Ik zag dat staan en ik dacht, oké, okay, de W van water neem ik niet, maar flesje is oké. Okay. Wie nu wint, doet belastingschaar met Brit. E. E. Oh oh. Wat? Eten. Eten? Nee, nee, nee. Dat is veel te algemeen. Het moet specifiek zijn. Britje mag opnieuw meedoen. Een iPhone. Wat? Nee. Als je iets vindt, Brit, dan ben je gewoon de winnaar en mag jij kiezen. Ja! Oh, Lula heeft iets. Eetlepel telt niet. Nee, nee, nee. L is lepel. Niet te specifiek. Wat legt een kip? Oh, wow. Oh, nee, oh, sorry. Britt heeft opnieuw iets. Ja, een eetbak. Ja, je bent de oververdiende winnaar. Jij mag dus kiezen. Wil jij als eerste jouw outfit zien of als eerste jouw outfit tonen aan Luna? Als eerste tonen. Oké. Okay. Oh, dit is echt het moment. Ja, ik ben echt benieuwd. Oh. Oh, dat is echt... Dat is echt mooi. Oh, ze is blij. Oh. Dat is ook mooi. Wat is dat? Een ring. Een ring, oh. Maar je dacht aan detail. Ja. Wow. Maar misschien hebben wij dat ook gedaan, hè, Luna? Oh, ja. Nu ben ik echt super mooi. Ja. Oké, dat is echt wel waar. Dat is toch die trui die je ook graag... Dat komt ook in die broek. Ja, hoor. Kijk, zo'n foto. Ja, hoor. Ja. Ja, whatever. Maar heb je onze papiertjes gevonden? Ja, allebei. Die hebben we gezien. Maar we dachten dat Luna sarcastisch was met die hele trui. Ja, we dachten dat. Maar die hele trui was ook mooi. Ja, het grappigste moment voor mij was wel in de auto zei Luna alles behalve geel. Ja, we komen in de winkel binnen. Ja. Ze ziet een gele trui. Trixie! Trixie is dus weg met onze zak. Maar Luna zegt als eerste in de winkel tegen een gele trui. Die wil ik! Ja! Nee, dat was. Ik had dus meer van. Het is ook pastel, hè? Ja, dat dachten wij dus ook. Het is zo'n pastelgeel, maar toch dachten we van. Als ze echt sarcastisch is, we moeten iets anders. Maar ik vind het wel mooi. Maar die trui is echt ook echt heel mooi. Dus ja. Lieve lek. Maar je hebt echt gedaan. Je hebt echt gedaan, man. Ze is wel blij. Ja, ik ben blij dat ze content is. Ja, dat is wel positief. Maar nu. Alsjeblieft, dank u. Ik hou kerst. Ik ben echt benieuwd. Ja. Ik hoop dat je dat mooi vindt, man. Oh my god, ja, die broek is bijna mooi. Ik had het ook gezegd. Ja, ze zei het echt. Oh nee! Ze kunnen matchen. Top. Oh, het is hetzelfde. Ja, daarom zei ik. Ik zei Michiel. Oh, oké. Ja, jij zei ook zo'n ding. Ik had niet kiezen voor Brit, maar ik dacht eigenlijk wel dat ik die zo graag ook zag. Ja. Brit zei ook dat die zo mooi. En ik had zo het gevoel van ja... Ik ging zeggen tegen Brit van pak gewoon jouw maat ook mee, want ze was echt een lot met die shirt. Oh, we hebben gewoon helemaal dezelfde video gemaakt, denk ik. Oh, ja. 12 seconds later. Oh, vond je die niet mooi? Oh, nee. Nee. Zij hebben gezegd die rode trui is lelijk. Ik zie het zo gebeuren. Toch? Ja, hij heeft het al op. Oh. Ik moest zoiets rood kiezen voor Luna. Maar waar echt geen rode trui. En ik zei zo, nee, maar ze gaat die print echt super lelijk. Maar ik ga wel een mooi zien. Ja, gewoon kijken wat dat heeft. Maar je ziet er al goed uit. Ik dacht dat ze rood. Ik dacht dat mij dat mooi vindt. Maar het gaat echt matchen op die broek. Het gaat wel goed zijn. Het is een trui met toffe herinnering alvast. Dezelfde schoenen! Ja, oh, dat is echt heel goed. Wat is de kans? Dat is echt toevallig. Oké, maar we zijn nog iets heel belangrijk voor jullie. Inderdaad, want hoe ga je in je schoenen? Met sokken. Dus, er staat op YOLO. YOLO! Er staat op YOLO. Oké, maar dat is wel echt beter. Dat is wel echt tienertaal. YOLO! Ja, nu is het echt gewoon de show, hè? Oké. Okay. Oh. Wow. Hey. Mooi. Super geslaagd. Ja, het past wel allemaal goed. Met de YOLO-sokken. En dan hebben we nog iemand. Luna! Wow. Ja, dat is cool. En ook leuk dat we hetzelfde zijn. Ja, ga eens naast elkaar staan. Ja. Jullie zijn echt wel zussen zo. Ja, eigenlijk wel. En dit is met
hoodie. Super mooi. Dat is echt tof, hè? Ja. Het staat echt wel mooi aan. Ze zijn wel blij. Luna is zo fier op haar outfit dat ze meteen haar mama gebeld heeft. Ja, het is al 10:30 s'avonds. Wauw. En een nieuwe ring. Ja, oh, die ring ook. Ja, ik heb een nieuwe ring. Mooi, mooi, mooi. Dat is wel heftig, denk ik, toch? Ja. Ze mogen een outfit kopen voor elkaar en ze vergeten meteen hun echte mama, Céline. Schandalig. Nee. Oké, Céline, Gil. Oh, het komt, het komt. Mama, papa, echt bedankt voor alles. Wauw. Echt bedankt. Oh, heel lief. Graag gedaan. Heel lief. Ik ben heel erg blij met jullie. En hallo. Hallo. Oh. Ja, wauw. En nu Bennett. De outfits die zijn goedgekeurd. Ja. En jullie zijn ook super moe, want in het begin van de dag waren jullie heel luid, ja. Maar nu hoor ik jullie bijna niet meer. Ja. Ja, nee, er komt niet veel meer uit, maar ja. Ik wil wel één ding zeggen, ik vond het wel een superleuke dag. Ja, ik ook. Ik kan mij echt amuseren. Ja. Leuk om te horen, waren we goede ouders? Ja. Ja, ja. Wij vonden jullie ook flinke tieners. Ja, heel leuk. Hopelijk vonden jullie dit ook een superleuke video. Ja. En vond je het leuk, vergeet dan zeker niet te liken. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En wij zien jullie toch gewoon in de volgende video. Bye. Bye. Luna en Britt zijn nu op hun kamer en zij denken dat de video gedaan is. Maar... dat denk ik ook. Nee, de video is nog niet gedaan. Wieso? Want deze ochtend waren ze helemaal opgemaakt. Toen ze begonnen aan de video en wij gaan gewoon wachten tot morgenochtend. Mm-hmm. En dan gaan we eens filmen hoe ze er echt uitzien als ze wakker worden. Goed idee. Ja? Ja. Oké, okay, tot morgen. Goedemorgen iedereen, het is momenteel 8:00. 8:30 zoiets, ik heb nog niet echt gecheckt. Maar Britt en Luna die liggen nog te slapen, want het is super stil op hun kamer. Wij gaan hen nu eens gaan wakker maken. Of ja, ik zal hen gaan wakker maken, want Céline is ook nog aan het slapen. Céline is ook nog super moe. Goedemorgen! Hallo! Zo zijn ze dus. Als ze net wakker zijn. Maar we zien ze niet. Luna is daar. Hallo. Bedankt om te kijken. Wij zien jullie in de volgende video. Peace. Aandacht, Britt. Goedemorgen. Jullie mogen nu verder slapen, hoor.